Wat is de beurs? De beurs is een afkorting van het woord effectenbeurs. Het is de plek waar kopers en verkopers van effecten samenkomen. Effecten zijn bijvoorbeeld aandelen, obligaties, opties, fondsen of ETF's. Vroeger was de beurs een fysieke plaats waar handelaren naartoe kwamen. Tegenwoordig speelt de effectenhandel zich alleen nog digitaal af. De Nederlandse beurs heet Euronext Amsterdam. Deze beurs is gevestigd in Amsterdam, maar is onderdeel van de Europese overkoepelende beursmaatschappij Euronext. Elk land heeft zijn eigen beurs. In Amerika is de New York Stock Exchange de bekendste beurs. De beurs speelt een belangrijke rol in de economie. Het is namelijk de plaats waar vraag en aanbod van kapitaal samenkomen. Bedrijven of overheden die kapitaal nodig hebben, kunnen of aandelen of obligaties uitgeven om zo kapitaal aan te trekken. Dit heeft over het algemeen een stimulerende werking voor de economie. Als particulier kun je zelf niet direct op de beurs beleggen. Hiervoor is een tussenpersoon nodig, zoals een erkende bank of broker. Deze partijen kunnen transacties op de beurs voor jou uitvoeren.